iedereen, Italië ook, razend enthousiast. Sacchi is oud geworden, zeg ik trouwens. Sacchi is echt ook fantastisch. Ja, het was echt fantastisch. Maar kunnen ze dat steeds vasthouden, dit ook op nog hoger niveau? Ja, dat weet je niet. Maar kijk, ik bedoel... Ja, weet je... Die mensen vielen me ook tegen. Maar als je die niet laat voetballen, dan houdt het ook op. En ik zei vooral achterin was het echt heel vast. En die mensen konden amper vastzetten. Omdat die spelers, Saruki, Wiefer... Weet je, je kan pas vastzetten en je kan pas... Weet je, op het moment dat er ergens één waar je van denkt... Hey, die heeft er niet helemaal, die zit er niet zeker in. Nee, dat zei je. Dan ga je vastzetten. Maar dat was niet het geval. En ik moet echt zeggen dat... Nou, wat ik gezien heb was echt... Ja, dat was echt heel hoog niveau. Goed, hè? Ja, knap, man. Ja, razend knap. Nee, ik heb altijd weinig vertrouwen in die veelpratende trainers. Maar we kunnen rustig stellen, sinds deze jongen Feyenoord is... is er steeds voetbaltechnisch gezien een stijgende lijn. Ja, maar hè? Johan... Die jongen doet het hartstikke goed. We kunnen gisteren zeggen wat we willen. De twee stoppers, de twee backs, de twee buitenspelers... ook die Braziliaanse jongen, die spits... spelen allemaal wat eigenlijk met Ten Hag was in de Champions League... Dat je zat te kijken, dat je dacht... Ja, maar dat gaat elke keer nog, weet je, Bayern uit. En dat heb Feyenoord ook. Als je nou gisteren er één uit moet halen waarvan je zegt... Nou, dat was een klein zeventje. Dat was er niet. Nee. Ze speelden echt allemaal op hun top. En dat is razend knap, man.